Goed. In stap 4, de vierde video over deze oefening, excuseer, ga ik de NAT aanzetten, deze NAT-pad naar internet. Ja. Ik kan het algemeen doen, maar er is in ene keer ook gevraagd dat deze 402 niet op het netwerk, op het internet kan, sorry. Dus dat kan ik in één keer regelen. PC 1 kan wel het internet op, dus deze VLAN kan wel het internet op. Dit niet. Het zijn beheers-PC's binnen het netwerk die voor de veiligheid niet naar buiten kunnen. Maar ik wil eerst even terugkomen op de video van de vorige keer, de stap 3 dus. Want daar heb ik iets over het hoofd gezien natuurlijk. Kwestie van routering. Ik heb uitgelegd dat een route of last resort, dus een default route, voor deze twee routers, R1 en R2, dat niet goed is, uiteraard. Die twee tegen elkaar, het is te zeggen, naar elkaar toe. Hè. Dus twee last resorts naar elkaar toe, dat is vragen om problemen. Waarom? Wel, dan heb ik het volgende. Kijk, als... hier. Als er hier een route van last resort in die richting staat en hier staat een route van last resort in die richting, die default route dus, dan gaan pakketten die per ongeluk op een van de twee routers terechtkomen, waar dat ze met andere routeringsinformatie niks kunnen doen, dus geen andere routes die ingegeven zijn ook niet directly connected, dan begint hier in principe een pingpongspel tot de pakketten TTL voorbij zijn en dan is het afgelopen. Maar dat kan wel tientallen keren heen en weer gaan afhankelijk van de TTL in het pakket. Hè. Dus als je hier zou kunnen, en dus deze heeft een default gateway naar daar, en als je bijvoorbeeld hier een ping doet naar, ik zeg maar iets, 11.12.13.14, ja, zeg maar iets, dan gaat dat naar deze router. Als deze een last resort naar daar heeft, dan zegt hij, ah, die echo request moet naar daar. En dan zegt de R1, 11, 12, 13, 14, dat ken ik niet als routering, dus dat is voor mijn last resort, dus dat moet naar daar. En zo gaat hij hier de time to live uitwerken tot dat gedaan is. Dus dat kan niet, en daarom heb ik vorige keer gezegd dat hier geen last resort op komt. Ja. Maar, en hier wel, hier dus wel een default route naar het internet en specifieke routes naar achterliggende netwerken. Routeringsinformatie. Hier ziet er zo uit, show IP route. Dus ik heb een address directly connected op 10.00.0 hier en een 10.00.4. En dus dat zegt hij hier. En dan heb ik de last resort naar een 10.00.6. En ik heb nog een statische route. Nee, dat is het. Ik had toen er nog. Om te testen had ik een route toegevoegd naar de 192.168, maar dat mag niet bestaan, hè. Dus dat heb ik weer weggedaan. Deze router 1 stuurt al zijn pakketten naar router 2, last resort, behalve die voor het connected network hier, de 10.01. En dat is de bedoeling, want het volledig oranje net wordt vertaald als source IP. Het IP-adres van R0 hier op de seriële poort en dat is 10.01. En dat gaat deze kunnen terugvinden, dus dat is in orde. Maar deze router, die kent geen. Wat is mijn ding hier? Kent geen route voor dit netwerk hier. En dat is not directly connected. Directly connected is een 172.16.0 en 10.00.4. Maar dat 10.00.0 netwerk kent hij niet.
En last resort naar daar is belachelijk, maar dit dedicated netwerk moet je wel kennen. Want als er dan pakketten komen van deze router voor, naar het internet met nat pad hier, dan is de source die 10.0.1 en deze router moet antwoordpakketten, dus met destination 10.0.1, kunnen dus doorsturen naar daar. En dat doet hij niet zonder een specifieke route. Dus die heb ik ondertussen al toegevoegd. Als ik eventjes ga kijken hier. Show IP route. Dan heb ik een route voor een 10.0.0 hier. Ik heb een volledig 10 adres. Ik moet eens even kijken naar de configuratie. Want de static route hier is een 10/8 heb ik gedaan. Dus eigenlijk niet helemaal zoals het hoort. Even kijken, show running, ik kan het iets specifieker doen. Ik heb dit hier gedaan. Eigenlijk is dat een te ruime route, ik ga dat veranderen. Even beter in beeld brengen. Of term, no, en dan deze. Copy, paste. Maar meer specifiek heb ik een route nodig voor het /30 netwerk 10.0.0. Dus show IP route 10.0.0 255.255.255.252. En dat gaat dan naar 10.0.0.5. Zo, dat is iets specifieker. Dus deze route hier, en dat zorgt voor een route die er zo uitziet. De 10.0.0.4 is er directly connected. Dus dat is dit netwerk hier, dus naar R1. Een 10.0.0.1 gaat die ook naar daar sturen. Ja. Dus, en daarmee is de routering wel in orde. Ja. Geen last resort, want dat is vragen om problemen zoals ik net uitgelegd heb. Maar wel een specifieke route voor dit netwerk hier. Oké. Nu de feitelijke oefening, de stap. Namelijk de pad overload hier. Ik moet daarvoor een paar dingen doen. 1. Waar ga ik dat schrijven? Ik ga dat hier schrijven. Dus ik heb 1. Heb ik insight. Interfaces 2, outside interface, dan 3, access list van wie dat er mag van gebruik maken, en 4, de NAT regel in aan de configuratie. Dat zijn eigenlijk de stappen die je moet doen. Dus ik ga naar router 0. Moet ik even kijken, die twee zwarte connecties hier, de twee fast ethernets, zijn inside interfaces. Maar pas op, deze interface hier is een trunk, dus dan moet ik de virtuele. Dus eigenlijk heb ik 3 interne interfaces. Er is trouwens niks gezegd of dat de server op het internet moet kunnen. Maar dat heeft met de eerste stap niks te maken. Strikt genomen maak je van de binneninterfaces, inside interfaces, zodanig dat die klaar zijn om de pad te doen. En dan ga je dus alle interne interfaces af. Je kunt je ook beperken tot de interface die we nu nodig hebben. En dat is dan de 0/0.101 voor dit netwerk. Ja. Dus absoluut noodzakelijk is dit, hè. Interface fast 0/0.101 IP NAT inside. Ja. En dat ziet er zo uit dan in de running config. Dus dat is absoluut noodzakelijk voor deze vraag op te lossen. Maar logischerwijze zet je de andere interfaces ook op NAT Insight.
voor de duidelijkheid, minstens. Ja. Dat is strikt genomen niet nodig voor de oefening zoals die gevraagd is. Fast 0/0.101. Nee. Een typfout gemaakt, dus hij heeft een nieuwe subinterface gemaakt. Even kijken of dat die straks kijken of dat die effectief aangemaakt is, anders moet ik die wissen. Ik moet nu de 102 moest ik hebben. IP not inside. En dan interface fast 0/1.199. Ook IP not inside. Ik ga eens even kijken of dat hij die 10 heeft gemaakt. Ja, dus die moet ik eventjes wissen. Ondertussen zie ik dat een 101 not inside heeft, een 102 heeft not inside. Hola, sorry. En de 199 not inside. No interface fast 0.0/0.10. Die had ik per ongeluk aangemaakt. Dus die gaat weer weg. En dan ben ik rond met de stap 1 hier. Not inside interfaces. Even overlopen. Dus een trunk op 0.0. 101 not inside, 102 not inside. Een trunk op 0.1. De 190 not inside. Ja. Oké, okay. En nu moet ik zeggen, stap 2, welke de outside interface is. Normaalerwijs is dat er maar eentje. Maar je kunt ook verder experimenteren. Dat is misschien een interessante oefening met twee outside interfaces ook. Oké, okay, de outside interface. Dat is de serial interface. Serial 1.0. IP not outside. Voilà. Dan heb ik een regel nodig, access list. En wat kan ik dan doen? Heb ik een nummer, 10 bijvoorbeeld. En dan moet ik, zeg ik permit. En dan netwerken too much. Ik heb een 10, ik heb een eenvoudige access list genomen. Als ik dat kan doen, dan doe ik dat. Hè. Waarom niet? Ik heb hier niks te maken met source destination. Ik moet alleen maar een source... een source gegevens ingeven, dus ik kan een eenvoudige ACL nemen, een tot 99 nummer, tot 99, een standaard access list. Ja. Ik zou kunnen zeggen any, maar dan gaat hij deze regel toepassen voor alle IP-adressen en dat wil ik niet hebben, want ik moet een onderscheid hebben, ik moet alleen maar die van 101 toelaten, dus ik moet een mask, een netwerk opgeven. Zo. En dan de wildcard. En het is een wildcard, geen netmask of zoiets. Dus pas daarmee op. Het is het omgekeerde, typische fout die ik ook maak. Het is een /24, dus dat komt overeen met dit. Dus alle 192, 168, 101 adressen matchen. En dat is het. Dat is alles. Voilà. Ja. En die accesslist is ook klaar. En dan doe ik in de algemene configuratie IP not. En dan gaat het erom dat ik een inside address translation moet doen. Dus inside. En dan de source. Source address translation. Dan ga ik eens even, voor alle zekerheid, hè, in het hoofdstuk van Cisco zelf heb je hier deze regel, source list, en dan, dus deze regel ga ik doen, dit heb ik al, deze twee heb ik al gedaan, deze heb ik al gedaan, ik moet deze doen hier, source list, en dan kan ik hier static ingeven, maar dat is te statisch eigenlijk, dus een list, en dan vraagt hij mij, geef mij de access list, en dat is dan 10 die ik net gemaakt heb. En dan specify interface for global address of een pool adressen, maar het gaat hier over interface hier. Ja. Hola, sorry. Ik was hier bezig. Dus interface. En welke interface? Ja, serial dan. Hè.
serial 1/0 en dan overload, dat is de bedoeling met de pad overload. Zeg je dat in deze slide? Dat is effectief deze slide hier. Hè. Zo. Dus dit is de regel, not in IP, not inside source list 10. Dus de binnenkant is voldoet aan access list 10. En je moet die not IP not doen op interface serial 1.0. Je doet dat met een overload en niet met een pool van adressen, whatever. Ja. Enter. Ja. En ik ga dit eventjes terugzetten. Ik ga dit even terug weghalen. Zo. En als je dan gaat kijken, het is de bedoeling dat 101 kan naar buiten gaan. Als ik dan even probeer. Dan zie je hier, ik had het daarnet al geoefend. Hè, dus je bent altijd best van even te oefenen voor een video opneemt. Je ziet dat het op een gegeven moment is gaan werken. Of nee, je ziet dat niet. Maar dit werkt dus niet. Hij heeft DNS resolving gedaan. Heeft DNS resolving gedaan, maar pingen lukt niet. Normalerwijs, ik weet eigenlijk niet of dat je kunt sniffen hier van buiten. Je kunt denk ik misschien wel een TCP dump doen hier. TCP dump. Invalid command, nee, oké. Okay. Dus dat is de Wireshark, maar dan commando lijn. Is er hier een sniffer. Je kunt natuurlijk de simulatie van Packet Tracer aanzetten. Niet direct, nee. Maar dus wat ik eigenlijk wilde laten zien is dat deze pakketten die niet doorkomen, ja, dat die requests er wel doorkomen. Die gaan helemaal naar daar. Die komen hier toe. En maar de afzender is nog altijd 192.168 en dat antwoord werkt niet. Dus dat antwoord gaat terug naar hier. 192 heeft hij geen route en daar blijft het hangen. Normale, dus ik dacht wel dat je hier wel een TCP dump kon doen. Okay. En dan kun je die interface show interface de 00 moet ik hebben, dus tcp dump min n min i fast 00. Ik weet bij god niet of dat het gaat werken. Min n bestaat niet op Cisco en daar ook niet. Eens kijken wat de syntax wel is. Nee. Min h, nee, ik zou het moeten opzoeken. Een tcp dump, ah ja, nee, tcp dump bestaat niet natuurlijk. Nu zie ik het, hij denkt dat een hostname is waar ik naar wil connecteren. Ja, oké, okay, sorry. Nee, dat werkt hier ook niet. Je kunt dat op andere manieren doen in debugging, maar dat ga ik even niet doen. De pakketten die hier vertrekken, je kunt het in een simulatie nakijken. Ik ga dat ook niet doen hier in deze film. Die komen toe op de server. Server antwoordt naar 102, maar naar de destination van een antwoord is die 192.168.101 en komt terug op deze router 2, weet niet wat hij met die destination 192.168 moet doen en daar sterft het uit. Dus het werkt niet. Maar nu ga ik hier die IP NAT aanzetten. Ta-ta-ta-ta. En ik doe dan ping en dan krijg ik antwoord. En hoe komt dat? Omdat hier de request die hier komt vertaald wordt met afzenderadres 10.0.0.1 en het pakket, de request
voyageert hier tot aan die server met afzender 10001. En die antwoordt naar 10001 en dan komt hij hier toe. En deze zegt, ah, dat is een antwoord op die vraag die kwam van 192.168.101. En die hervertaalt dat dan, de source. De destination wordt dan vertaald naar deze en deze krijgt dat terug. Ja. Ondertussen, deze, die kan nog altijd niet pingen. Want, waarom niet? Omdat die niet... Even dit opkuisen. Right, show running. Omdat die, waar zit het hier ergens, niet voldoet aan die access list 10. Ja? Dus ik heb hier de regel IP not inside, overload enzovoort enzovoort op basis van source list 10. Ja? De 102 voldoet daar niet aan. Als ik dat nu wel wil... Stel dat ik dat wel wil toevoegen, dat is heel simpel eigenlijk. Op deze manier gedaan. Confirm, dus ik doe gewoon een access list 10 erbij. Permit 192.168.102.0.0.0.255. Dan ziet mijn accesslist er zo uit. Twee regeltjes. Ja. En als ik dan hier ga pingen, dan werkt dat wel. Ja. Spelen met accesslist eventjes. Ik had ook kunnen zeggen... ik had ook dit kunnen doen. Ik ga trouwens heel de 10 wissen. Dat is iets gemakkelijker. En een access list op 255 op volledig 192.168. Zo. In dit geval kan deze dus ook pingen. Oei, een DNS. Een DNS werkt niet voor deze server, hoe kan dat? Ik heb... DNS moet naar zichzelf staan. Tja, dat ben ik vergeten te doen. Opnieuw. Voilà. Dus die kan ook pingen, omdat die ook voldoet aan die ACL die ik nu gemaakt heb. Deze. To show... running ACL. Dus ik heb alle 192.168. Deze kan uiteraard ook nog altijd pingen. Maar ik ga deze access list dan nog verder uitbreiden, namelijk access list 10. En dan pak ik een deny van een 192.168. 0.255. Zo. Dan ziet de accesslist er zo uit. En dan krijg ik het volgende probleem. Namelijk, die kan nog altijd werken. Oeh, ik heb daar een deny gezet. Ja, oké, de eerste geeft een hit. Ook voor 102, die staan in de verkeerde volgorde. Dus als ik op deze manier wil doen, dan moet ik het die eerste van onder zetten, als tweede zetten. Ik doe dat door die eruit te halen en er terug in te zetten, want dan wordt die er van voor uitgehaald en van achter terug toegevoegd. Behalve dat ik iets vergeten ben, dus ik doe een ik doe even de 10 weg, terug opnieuw. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik heb die een deny. Sorry. Dus eerst moet een deny komen, daar gaat het hem eigenlijk om, en dan moet de permit komen. Zou toch normaal moeten.
zijn. Dit dus, die volgorde. Ik heb iets fout gedaan om het terug in orde te brengen. En als ik dan ga, dan kan ik niet meer pingen hier. Ik kan wel pingen daar. En ik kan wel pingen daar. Ja. Dus omdat ik de 102 specifiek deny, maar de rest van 192, 168 doorlaat. Dat is niet zoals het gevraagd is. Maar dat er dus specifiek gevraagd is, is alleen 101 door te laten. En dat is dan met een permit op die C-klasse hier. Zoals ik het er net gedaan heb. Nu kan de server ook naar het internet. Oké, als initiator. Hè. Dus de volgende stap in de oefening, maar dat is een andere oefening, is dat de buitenwereld aan deze server kan. Dat kan nog altijd niet. Deze kan naar buiten initiëren, connecties initiëren met deze regels, maar deze buitenwereld kan niet surfen naar deze server. Dat is nog een andere NAT regel en een andere NAT oefening ook. Hieruit, en ik sla dat op en ik stop ermee.